Kom eens even bij. Wat heb jij ook weer een ongeluk vandaag allemaal, hè? Cool. Ja, en mensen, voor als je niet weet, ik heb echt ongeluk vandaag. Wat is er helemaal geen ongeluk. Maar dit is helemaal niet jouw microfoon, als ik dat nee. zo zie. Shout-out naar Rob, dankjewel dat we je microfoon mochten gebruiken. Mijn microfoon doet het ineens niet meer, sinds gisteravond. De binnenkant was je ook al heel hard tegenaan aan het zwaffelen. Zie je dit? Ja. De Vision Rival pakketten, vandaag! Ja, laten we daar nu naar eens skippen. Nee. Nou, dat was helemaal niks. Dan kunnen we nu tot het punt van de video komen. Broer, borden. Oh, mensen wat we vandaag gaan doen. Het is spanning, het is sensatie en het is... Vooral heel gezellig. Deze man trouwens, echt goed. Hij is echt goed, jongen. Ik zei, hij heeft 150 agility of zo. Zo, jezus. Ik zweer. Klein. 1,64. What? Dat is wel klein. Dat is even groot erop of zo. Wil iemand deze megapakket openen? Nee, want dit heeft al doorheen geklipt door vier keer te klappen. Nee! Had hij niet de twee echte pack-koningen, openen we even die 50. Dat is goed. Nee. Had ziek ideetje. Borden. Oh, wat slecht. Wat ongelooflijk slecht. Oh! Is het niet meer leuk dit om te doen? Nee, dit is niet wel. Dik uit. Kom maar. Ja, ja. Zo'n pack-koning. Ja, ja. Absolute legende ben ik. Oh, geen één leuk ding. Oh, ja. CV! Ja. Dien je. Dat dien je niet te doen. Maar mensen, gaan we naar mijn item pack openen. Daar zijn we eigenlijk voor. Is die weer. Player pickies. Zijn er goed, Messi? Nainggolan. Erg goed. Theus. Messi, kom maar. Payet, vies kakkoe. Barilla, ja. Maar 84. Wij zien scoren, hè, ja, Barilla. Dit is goed. Precies. En dan Forster. Ja, hoppakeetje. Ja, informpie. Nou, wie is het, Roel? Herman. Patrick. Hofman. Herman. Nee, dat kan niet. Volgens mij niet. Het is echt heel slecht, Roel. Hey, maar het maakt niet uit. Het zakt op die eigen pack. Je kan wel zeggen van niet, maar de laatste week packen we echt niks meer. Al die special packs. Komt ie. Een walkout. Bij Rob heb ik ook goed. Ja. Allemaal hele slechte. Oh, blokkie. 91 rated. Hoppakeetje. Hij is echt 20k of zo. Hè? Oh, je hebt dit ook weer niet voorbereid. Nee. Moet je weer op wachten, jezus. Ik had andere dingen aan mijn opperhoofd. Waar staan die dingen bij? Icon wissel. Zoals een computer die niet werkt. Nee, je microfoon werkte niet. Oh ja. Hopsakeetje. Hopsakeetje. Kom maar! Weet je zeker dat je niet twee hoofddeksels en twee koptelefoons hebt? Ja, kom maar. Bro, gaan we dit echt doen? Tuurlijk, dit brengt toch elke keer geluk? Eén keer. Ja, elke keer toch? Ja, dat is wel elke keer, ja. Oké, ik ga niet op mijn zonnebril staan deze keer. Auw, mijn oor! Er zit in je oor. Ik ben een ork. Je kan dit, hè? Kom op! Nee! Oh, die Alberto van! Die is niet heel slecht. Oh, nee, dit is best oké. Okay. Dat is echt snel, maar je vond hem heel klein, toch? Ja, hij is heel klein. That's what she said. Oh, ik had zoveel grote kansen met Brazilië, maar het is wel goed. Ik ben er blij mee. Zo! Dat is lekker, hè? Check even zijn lengte. 1,80. Ah, dat is prima. Boe! Yes! Het is gewoon goed! Het is gewoon goed! Denk weer geluk, hè? Wie had jij eigenlijk? Moeten mensen mijn video kijken? Pluk mij even, ik wil even subs. Jij gaat veel meer... Oh mensen, daar zijn we weer! Jawel. Zoals jullie zien heb ik net, nou niet vanaf net, ik heb ook andere kleren aan. Ik ben helemaal netjes, fresh, kooltruitje. Jawel. In ieder geval, ik heb een nieuw team en boom! Dit is mijn nieuwe team. Kijk eens even aan, dit is toch fantastisch. Besef even hoeveel upgrades het team heeft ten opzichte van het team wat ik in de vorige Weekend League video geluid. Ik heb geen Son meer. Ik heb nu Matuidi erbij, echt helemaal niet zo slecht. Deze man is zo slecht. Echt zo slecht. Ik heb Vieira erbij, die wel goed is, maar of hij 1,5 miljoen waard is. Is hij nog waard? Hij is niet heel veel naar beneden, alsjeblieft. Gewoon de prijs die ik betaald heb. Oké, hij is 1,6 nu. Maar nog steeds verliezen op naar tags, natuurlijk. Maar toch, helemaal geen hele slechte aankoop. Hij is wel goed, maar ook niet heel bijzonder. En ik heb natuurlijk nu mijn smikkel weer Carlos Alberto, die oprecht wel goed is. En Eda Militao. En ja, zo is mijn team best wel van. Eda Militao trouwens gekocht voor 444k. Oh, pro trader Koen. Oh, hij is gewoon... Oh mijn god, hoe is hij? Hou je mond. Dit meen je toch niet? 640k. Ik heb hem gekocht voor 440. Kun je wel zien? Je kan hem niet meer zien wanneer je hem gepakt hebt. Of wanneer je hem gekocht hebt. Dat is wel jammer. Dan kan je zien dat het namelijk een week geleden was. Wat logisch is, toen kwamen ze uit die kaarten. Maar dit is nu mijn team. En ik ga je laten zien hoe huts het team is. Dit team is echt goed. Ik meen het serieus. Boys van bankjes. We hebben duidelijk een bankzitter fan hier in ons midden. Ik moet nu wel even laten zien dat ik echt goed ben, hè? Anders ben ik echt de Sjaak. Oh, delay. Ik voel het al. Ik vind dit huts. Ik ben toch aan het twijfelen dat het niet een bankzitter fan is, maar dat zijn achternaam gewoon bankjes is. Aangezien zijn gamertag ook met bankjes te maken heeft. Mensen, ik heb dus weekendelijk gespeeld afgelopen weekend. En ik kan gewoon zeggen wat er gebeurt, want er komt geen video over. Want ik ging moken slecht. Ronaldo. Boom. Ronaldo. Natuurlijk.
Wat is mijn stoel ver naar achter? Ik wil naar achter vallen. En toen was ik... Hoppakee. Ik ben echt knap dat ik dit kan in de divisie 5. Ik ben echt zo goed. Zo, wat een goal. Ronaldo. Oh, yeah. Waar gaat hij heen? Gaat hij nou lieven? Hij is er klaar mee. Hij is weg. Hoezo? Waar slaat het op? Zeg maar 1-0 voor. Boys van bankjes. Ik bedoel, dit is natuurlijk standaard. Dit gebeurt me altijd. Dit team is zo ongelooflijk goed, jongen. Met name die... Carlos Alberto, jongen. Wereldspeler, man. Divisie 5. Dikke vette huts. Oh, wat is het toch fijn om zo ongelooflijk goed in FIFA te zijn, zoals ik. We komen tegen AS Bitoshitu. Oh, Ronaldo. Ronaldo, passie op Neymar. Goaltje, natuurlijk 1-0. Oh, als ik ook zo goed was in de Weekend League, dan was ik echt goed geweest. Helaas is dat niet het geval. In de Weekend League bak ik er helemaal niks van. Maar uiteraard wel weer lekker rewards. En aangezien ik toch enorm veel packluck heb, zal ik waarschijnlijk wel weer de goeds eruit krijgen. Nee, Carlos Alberto, wat doe je? Hij mist. Nee. Ah. Schoon boef, man. Daar gaat Mbappé. Oh, wat goed. En hij loopt hem uit. Nee, wat is een goal. Heerlijk, Ronaldo. Dit lukt mij echt nooit dat dit erin gaat. Maar nu wel, want ik bedoel, dit gaat er bij mij altijd in. Stel je voor, jongens, ik had R9 gekregen. Dat was toch bizar geweest. Met die Braziliaanse vlag. Het had gewoon gekund, hè. Het speelt trouwens echt lekker. Gewoon snel en zo. Ronaldo sterk. Ah. Ronaldo sterk. Boom. Goal. Heerlijk. Kijk, die schiet hij er altijd al in, hoor. Ik sta gewoon 3-1 voor. Ik ben echt... Het ding is ook, ja, ik moet eigenlijk altijd met Ronaldo blijven spelen. Want ik weiger gewoon echt mijn first owner Ronaldo te verkopen. Ja, of ik moet volgende week pakken natuurlijk die Ronaldo in vorm. Ja, dan kan ik hem wel verkopen, dan heb ik een betere. Anders weiger ik eigenlijk om Ronaldo te verkopen. Oh, boom. Buitenspel. Geen buitenspel. 4-1. Oh, gast, ik heb nog nooit iemand zo weggespeeld. Maar ik speel nu ook zonder lek en dat is lekker, man. Dat is lekker. Mbappé. Oh. Nee, niet die Werner. Die Werner scoort echt altijd. Die Werner schiet echt alles erin. Dat is echt bizar. Die mist echt nooit, hè, die Werner. Altijd als ik tegen Werner speel, scoort hij tegen mij. En hier komt Vardy gewoon. Die beukt Militao opzij. Terwijl Militao 640 kakel staat gewoon 4-3, hè. En ik ben met mijn grote muil. Oh. Nee, en dat is gewoon 4-4. Nee, daar steken. I love you. Wat is Ronaldo goed. En dan mis ik met Semedo. En Mbappé kop voor open goal naast. Nee. Carlos Alberto, wat een beest. Oh, stette bal. Ik bedoel, dat was helemaal niet Carlos Alberto. Dat eerste wel. Boom, die weer tussen. Hoppakee. Carlosje, wat een player. Dembele. Ja hoor, wat een goal. Heerlijk. Lekker. Het is denk ik toch de hutstrui. Ik denk toch de hutstrui waardoor ik zo goed speel. De heerlijke cool hutstrui, mensen. Mensen, bijna 400.000 abonnees. Abonneer op mijn kanaal. Maar stel je voor, je kijkt dit en je bent niet geabonneerd. Dat doe je dan. Als je dit kijkt en je volgt me niet op Insta. Zomaar. Mijn Insta is echt huts. Besef, hoeveel mensen kan je nou volgen waarvan hun Insta hun naam is? Koen. K-O-E-N. Dat is echt huts, hè. Oh, de actie. De actie van Ronaldo. Wat een bal. Matuidi die dan met zijn rechts gaat schieten. Want Matuidi heeft echt een of andere kronkel ergens. Oh, de actie. Ronaldo! Natuurlijk, 3-6. Jawel. Jawel, mensen. Deze man is zo huts, hè. Mensen, hebben hier trouwens een fantastische nieuwe SBC gezien. Toko Ekambi. Bij 5,6,6,6,5 duizend likes gaan we Toko Ekambi vrijspelen. Dat moet mijn super sub worden. Dat kan niet anders. Dat is echt een topper, denk ik. Dit team is ook slecht, jongen, als ik nu weer tegen speel. Ongekend. Oh, Neymar, doe maar dan. Bam, 1-0. Ja, tuurlijk. Als je Neymar zoveel tijd gaat geven, is het natuurlijk een easy goalje. Ja, kom aan. Besef hoe snel FIFA nu speelt vergeleken met weekend. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ik zweer het jou, mensen. Dat is niet normaal. Ah, 1-1. Fantastisch. Leuk. Sanchez. Ik krijg een goal tegen door Sanchez. Sanchez. Hé, maar waarom geef je... hoeveel is Walker? 60k of zo? Waarom geef je... Nee. Waarom geef... Oh, ik sta achter in een team met Sanchez. Zomaar zijn Neymar te zien. Hé, scheidsie. Kaartje, niet meer weg laten komen. Die Matuidi, hè. Die passing van Matuidi is denk ik wel de slechtste van de speler in de game. Dat is echt bizar. Ik kan echt helemaal niks met de bal. Dat is echt ongelooflijk. Dat gewoon 76 passing. En ik heb nog een passing boost op hem. Met een chemistry style. Nou, zijn chemistry styles, die werken helemaal niet. Zijn Neymar is ook goed. Ik zou bijna denken dat kan. Oh, ik denk hij zit hem binnen. Oh. Boom. Nee, Paul. Oh, Ronaldo. Ik sta gewoon achter met 3-1. Tegen dit team. Het is echt ongelooflijk. Wie scoort er? Muriel. Hier word ik niet goed van. Hier word ik er helemaal niet goed van. Ga je het zien? Kijk, nu gaan we de tactiek doen, jongens. Nee, ik doe weer veel te zacht. Waarom doe ik dit? Ah. Ronaldo. Skiet. Scheidsie. Hey. Ronaldo. Bam, lekker. Soort eigen goal, maar hij zit 3... Nee, ja, 3-2. Ja. Ik ben gewoon oprecht geconcentreerd aan het spelen. Ik wil de spot gewoon winnen nou ook. Geen gemaar, geen gemuts. Kom op, wij. Neymar. Boom. 3-3. Jawel, kom maar. Hoppakeetje. Neymarretje. En we gaan door. Ja. Ik heb helemaal de tang nu. Op Neymar. Op Ronaldo. Ronaldo, goal 4-3. Jawel, de comeback is... On. Nee. Ja.
Ja, we hebben hem! Ik ga winnen. Jawel. Terecht. Oh, wat doe ik? Waarom raak ik nou daar nog de bal kwijt? Waarom doe ik dit? Ik haat mezelf. Ah, nee. Lekker. Ah, nee. Oeh, ja, lekker. We hebben gewonnen. Kom op. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En wil je dat ik... Tokoi Kambi! Ga unlocken. Doe een duimpje op deze video. Abonneer op mijn kanaal, niet beneden. En dan zie ik je bij de volgende video. Ik schrijf je allemaal in de volgende keer. Zet doei. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.